Koploper PSV heeft thuis met 3-0 gewonnen van de Recles Almelo, dat alleen naar rust af en toe een vuist weer te maken. Het was voor de Eindhovenaren de vijfde overwinning op rij. PSV was vanaf de eerste seconde de baas en kwam via Heving Lozano, op maat bediend door Jorit Hendricks, meer dan verdiend op 1-0. Lozano, die vorige week tegen VVV Venlo ontbrak wegens een elleboogblessure, is nu met 7 doelpunten topscorer van de eredivisie. De voorsprong had nog groter kunnen zijn. Want PSV kreeg in de eerste helft genoeg kansen om verder uit te lopen. In de tweede helft verzuimde de sterkere Eindhoven naar een afstand te nemen en dat brak ze bijna op. Jaroslav na maakte namens Heracles bijna gelijk. Hij miste oog in oog met Jeroen Zoet. Heracles kwam ook vaker op de helft van de tegenstander, maar aanvoerder Marco van Ginkel zorgde in de 78e minuut op aangeven van invaller Mauro junior van dichtbij voor de beslissing. Diezelfde van Ginkel benut in de laatste minuut ook nog een strafschop. Zijn zesde doelpunt van het seizoen. Robin Popper kreeg vlak daarvoor zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Bles Ures Pierreiro en Locadia. PSV zag graag stond Pierreiro en Zurgen Locadia nog wel uitvallen. Pierreiro liet zich na tien minuten in de tweede helft vervangen met een pijnlijke schouder. En even later kon ook Locadia niet verder doorklachten aan zijn enkel. Na Lozano en Van Ginkel zijn Locadia en Pierreiro dit seizoen. Met respectievelijk vijf en zes treffers. Het meest treff zeker voor PSV in de competitie.